Welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Ellie Rijnvis, Stampin' Up! Demonstratrice uit Zwifterband. En vandaag ga ik twee kaartjes maken met het Stippled Roses pakket. Een papierpakket wat ik afgelopen maand in de aanbieding had. En het laatste pakket wat ik online heb staan. Deze maand komen er geen nieuwe pakketten online. Maar volgende week komen wel de pakketten voor april alvast op de lijn. Dus de kaart- en kletspakketten, papierpakketten. Ik ga het Stippled Roses pakket even laten zien. En daarna gaan we de kaartjes maken. En dit is hem dan, het Stippled Roses pakket. Een zestal mooie Stampin' Up! Enveloppen. Mooie kwaliteit envelop is dat altijd. Je krijgt een wat embellishment. Je krijgt er wat van dat leuke zilver en goud twine bij. Een half pak designpapier. Leuk papier. Mooi te combineren met elkaar. En dan hebben we drie vel basic white in het pakket zitten. Ik heb twee stuks Calypso Coral. Eén keer Los Laroom, één keer Pool Party, één keer Weltweet en één keer Pebbled Pad. Dit is dus het laatste pakket wat nog verkrijgbaar is. Volgende week komen de pakketten van april online. In maart komen er geen kaartenkletspakketten. Van de week hebben we onstage en er moet nog het nodige afgewerkt worden deze maand. Dus ik heb besloten om geen kaartenkletspakketten te doen. Er komt wel nog twee grote pakketten online. En die kunnen besteld gaan worden tot april. En dan krijg je de workshop en het pakket vanaf 1 april opgestuurd. Zullen we van start gaan? Zeker! Kaartje 1. Dit is dus kaartje 1. Ik heb alles voorgesneden en zo. Dus ik heb even de stansen erbij gelegd die ik gebruikt heb voor die leuke labels. Mooie stansen uit de mini-catalogus. Die leggen we eventjes apart. Hier heb ik in de kaart gestempeld. Dat ga ik nu niet doen, want ik vind het bij nader inzien niet zo geslaagd. Het is maar net wat je mooi vindt. Ik vind hem zo ook mooi. We gaan hem nu niet stempelen. Natuurlijk gaan we wel aan de slag en een bijpassende envelop. En deze heb ik in Pool Party gemaakt. Die ik nu ga maken is in het Weltweet. Je hebt nodig een kaartbasis van 18. Dus 18 bij 14,5 centimeter. Die is gewoon gerild op 10,5 centimeter. Die vouw je hier dubbel en dan heb je hier een mooi randje over. Waar je dan het andere designpapier kunt laten zien. En dan kun je designpapier gebruiken met bloemetjes. Of je gebruikt gewoon, zoals ik nu doe, het linnenpatroontje. Dus de achterkant. En ik gebruik hier de blauwe kant. En als je wilt kun je hier dus ook gewoon op stempelen. Dat ga ik nu even niet doen. Deze pak je in de kaart. En dat is een mat van 14 bij 10 centimeter. Moet ik hem wel goed inplakken. Dus sterk plakkende lijm vandaag. Zo, deze is voor de envelop zometeen. Dit is het matje voor de voorkant en die is 7 bij 14. Even goed kijken wat de loop. Ja, zo heb ik hem goed. Er zit hier een patroon in het papier. En de oplettende kijker heeft al gezien dat dit dezelfde is als de voorbeeldkaart. Ik heb nu alleen de kleurcombinatie net andersom gedaan als bij de voorbeeldkaart. Zo. Dan hebben we hier twee mooie uitgestanste labeltjes. En die komen uit de Thoughtful Expressions. En die hoort weer bij die
Hummingbird, die uit de mini-catalogus, de lopende mini-catalogus. Ik zal even opzoeken. Ik zag hem hier. Deze stempelset is het. Even kijken op welke bladzijde die staat. Het staat er altijd bij. Bladzijde 62. Dat is deze collectie. De Poetic Expressions collectie. Dit is een collectie waar ik een groot pakket mee ga maken. Als het lukt gaat die morgen nog online en anders wordt het een maandag. Want donderdag, vrijdag en zaterdag zitten wij in Rotterdam bij Onstage. Nou, dat is dus deze stansenset. En dat is echt gewoon een supermooi stansenset. In principe zou je de stansenset ook gewoon los kunnen bestellen. Alleen al voor de labels. Want die zijn echt, echt zo mooi. Ik heb er heel lang aan getwijfeld. Maar uiteindelijk denk ik, ben ik toch overstag gegaan. Nou, het labeltje gaan we eventjes stempelen. Net zoals op de basis. Sending thanks. En een, hoe heet het? Een tak erop. Die hebben we uit de Stippled Roses. Want ik heb ook de Stippled Roses bundel gebruikt. En dat is bijpassend aan dat papier. En in principe, dit is gewoon een mooi set. Punt. Ik ga daar niet eens een uitgebreide uitleg aan geven. Want hij is gewoon mooi. Ik stempel hem weer met Pool Party. En dan de tekst weer met Wild Wheat. Dus ik begin met de tak. En ik denk dat ik de envelop gelijk even meestempel. Ik zal dit even wegleggen, want dat ligt nu lelijk in de weg. Zo. En zoals jullie zien heb ik inmiddels de glasplaat van Stampin' Up. Dus we kunnen gewoon hop, erop los stempelen. Dan heb je wel gelijk een doekje nodig om je glasplaat af te nemen. Anders gaat het overal aan zitten. Maar je poetst het zo weg. Daar is het wel weer handig voor. Dan gebruik je niet zoveel papier. Sending things. Dan gaan we de sending things er nog even bij stempelen. Ik gebruik gewoon eventjes voor het gemak alleen teksten uit de Stippled Roses. Zo. En dan denk ik dat ik op de voorkant zometeen de tak wel met Wild Wheat ga stempelen op de envelop. Dat kan ik gelijk wel eventjes doen. Want dan pak ik deze achterkant. Zal ik dat doen? Nee, het wordt gewoon ook blauw. Want ik wil deze gebruiken als achterkantje. Dus dit was de voorbeeldkaart. Nou, dan kan ik die tak tegelijk wel bijstempelen. Want ik ga niet met Wild Wheat stempelen, dus is dat maar klaar. Zo. En ook nu weer. Ik heb over het randje ingestempeld. Even poetsen. Nou, die labels plakken we even op elkaar. En niet verhoogd, niks, geen extra laagjes erop. En dan gaan we ze even mooi uitlijnen. Die puntjes lopen natuurlijk met elkaar mee. Zo. Dan wil ik hem op de voorkant hebben. Hier, ergens aan de onderkant. Ja, zoiets. Pak het potloodje er even bij. Een potlood. En ik weet nu gewoon dat ik aan de brede kant moet plakken. Dat is makkelijker als je maar een heel smal randje hebt. Zijn de randen ongeveer even groot en je markeert op je label. Geef dan even aan op de label waar je moet plakken. Waar je de lijn moet smeren.
Zo. Nou. En dan gaan we er nog wat steentjes bij zetten. En ik pak, in dit geval ga ik die donkerbruin eens een keer uitproberen. Die heb ik nog niet gebruikt. En ik denk dat we hier wel bij kunnen. Dat is helemaal nog niet zo'n gek idee is. Zo. En nog een kleintje hier. En dan heb je een kaartje al zo goed als klaar. Alleen de envelop. Dit is de envelop van de eerste. Zo. Dan doen we de envelop nog eventjes. Het labeltje of het, de flap even beplakken. Zo. Lekker stevig met het vuilbeen eroverheen. Zodat de lijm goed verdeeld wordt. Je knipt het netjes langs de flap af. En dan heb je weer een mooie set. Zo, envelop en de kaart en dit is de contrakleur, envelop en de kaart. Zo eenvoudig kan het zijn. Het tweede kaartje is ook niet zo lastig. Ook een eenvoudige kaart, maar daar heb je meer stansen voor nodig. En de maat heb ik even wat aangepast. Ik heb hier gewoon een 14,5 bij 21 kaart gemaakt. Ik heb nu de kaart op 14 gesneden en wel gewoon bij 21 centimeter. Zodat die mat die erop komt wat mooier aansluit. En voor, die, voor het uitstansen heb ik de Radiating Stitches Dies gebruikt. Het is een online only set. En die is nog steeds verkrijgbaar. Ik heb die grote en de opvolgende gebruikt. Die opvolgende heb ik het designpapier mee uitgestanst. En de takjes komen gewoon uit de stansenset van de Stippled Roses. Nou, die leggen we eventjes aan de kant. Dit is voor de binnenkant. Dit is het matje wat erop komt. Dus die heb ik ook inderdaad uitgestanst met die radiating stitches. Dan krijg je een leuk randje omheen. Die is straks voor de envelop. Nou, dat is de oranje mat. Daar komen die randjes bij in. En dit is degene die eronder komt op de basiskaart zelf. Dus een basiskaart van 14 bij 21 gereeld op 10,5. Dan heb je een mat die is uitgestanst met de Radiating Stitches Dies. En een mat van designpapier, die komt daar nog onder. En deze was 13,7 bij 10,2 centimeter. En die gaat er als eerste. Je kunt natuurlijk ook deze kant gebruiken, maar ik ga die donkere kant gebruiken. Die is wat rustiger van kleur. En dan zie je ook gelijk dat alle kleuren die in het designpapier zitten, goed met elkaar kunnen. Dat je eigenlijk al die kleuren met elkaar kunt combineren. Zo. Daar komt deze mat op. En die kun je zowel verhoogd als direct erop plakken. En ik denk dat ik hem er verhoogd op wil hebben. Nee, ik ga hem er gewoon plat op plakken. En dan plak ik gewoon binnen het randje. Dan mag het randje gewoon wat afstaan. Want dat randje is open. Dus je hebt kans dat daar wat lijm doorheen gaat lekken. Zo. En dan moet deze nog gesneden worden, want die heb ik in strookjes gesneden. En dat zijn strookjes van 2,2 centimeter. Dus ongeveer 2,2 centimeter. En dan snij ik eerst allebei die buitenste op 2,2. 2,2.
2,2. Zo, die. Die komt daar. Dan doe ik deze op 2,2. En dan blijft automatisch dat middenstrookje over. Zo, die komen hier weer op. En ik begin met de buitenste op te plakken. Zo, mooi tegen de gestikte rand dan, tegen die buitenrand dan. Dat doe ik ook met deze. Tegen de buitenkant aan. En dan die in het midden. Voor degenen die het pakket besteld hebben, zal ik ook de alternatieve maten erop zetten als je zelf matjes gaat snijden. Want ik snap dat niet iedereen deze stansset heeft. Je kunt ook een andere stansset gebruiken die ook dat op één volgende hebben. Maar vaak zijn de stansen in inches. Dus dan is het mooier om de kaart wat kleiner te snijden. Tenminste, ik vind het dan mooier om de kaart wat kleiner te snijden. Die takjes, die komen er zo meteen ook op. Maar ik wil eerst nog eventjes een stempel zetten met deze stempelset. Ik heb hier tanks, ik ga op deze Hello zetten. Zo. Ik denk dat hij wel hierop past. Yes. En dat ga ik met Calypso Coral doen. En ik heb een stukje wit nodig. Dat gaan we eerst even doen. En dan moet hij net zo groot zijn als de kaart. Als de kaart of als het matje. En dat was 10,2. Zo. Dan is hij op maat. Dan pak ik er eventjes een stempelkussen bij. Zo, want het is een fotopolymeer. En dan is het zeker, nu ik geen dik blok eronder heb liggen, is zo'n stempelkussen wel handig. En het is voor het eerst dat ik met de plaat werk trouwens. Dat ik met de plaat film. Dus ik ben heel benieuwd wat het geluid gaat doen. Zo. Mooie, lekkere, grote teksten. Ik vind het fantastisch. Ik hou ervan. Daar hebben we eventjes wat dimensionals voor nodig. Nou. Het liefst grote. Maar ik heb niet zoveel meer liggen. Laten we het gewoon zo doen. Een randje aan de onderkant. En op deze kant een randje. Dat gaan we natuurlijk niet weggooien. Dan zit hij er ook gelijk lekker stevig op. Ik zit alleen dan met mijn takjes. Dus dan moet ik eventjes eerst mijn takjes op gaan plakken. En dan begin ik. Ik had nog een restje goudleer van de goud glitterfolie liggen. En deze zelfklevend. Helaas niet meer verkrijgbaar. Zal ik hem zo doen. En dan de oranje de andere kant op. Ja, vind ik wel leuk. Even net, eigenwijs, even net wat anders. Hier doe ik even glue dotjes onder.
werkt als een terrein. Althans, ik vind het altijd heel fijn om met gloedels te werken. Op dat hele fijne, uitgestanste materiaal. Daar komt er één. En als het nodig is, kan ik hier later altijd nog wat bijzetten. Maar ik moet hem nu even eerst opplakken, omdat ik die grote randen heb op het lepeltje. Anders heb je natuurlijk nog wel ruimte om, om ze eronder te schuiven. En dat kan nu niet. Zo. Dan zetten we de hello erop. Daar komen nog wat steentjes bij. En dan natuurlijk voor de binnenkant nog even een mat. En wat zal ik daar eens op gaan stempelen? Niet de grote bloem. Die bewaar ik ergens anders voor. Dan heb je hem nog eventjes aan de kant. Ik kan natuurlijk weer de tak gebruiken. Ik kan ook het kleine bloemetje gebruiken. Ik denk dat het kleine bloemetje wordt zo. Vind ik wel gezellig. Ja. Een stukje papier. Voor ik ernaast ga stempelen. Dit is zo'n mooie gedetailleerde stempelset. Prachtig. Echt. Super mooi is die. Nou, die is klaar. Die mag in de kaart. Dan heb je ook gelijk voldoende schrijfruimte. En ook deze is 13,5 bij 10 centimeter. Dus deze is wel weer een normale maat. Maar omdat ik dat matje eronder toch wat uit wilde laten steken onder die gestanste mat vandaan, heb ik het zo gedaan. Ja, en dan natuurlijk een bijpassende envelop. Zo. Oeh, deze is ook leuk hoor. Ik kan niet anders zeggen. Dan hebben we hier de envelop. Nou, dan beginnen we met deze erop te maken. Vind ik wel mooi erbij, bij dat oranje. Tegen die vouwlijn aan. Die strookjes die ik gebruik zijn 6,5 bij 16,5 centimeter, zo'n beetje. Je zou ze ietsje kleiner kunnen maken. Maar ik vind dat wel prettig als je het goed omheen kunt knippen. Blijkbaar ben ik bij deze vergeten een envelop te maken. Nou, dan weet ik dat ook gelijk. Zo. En wat stempelen we hier? Ook die mooie bloem. Net als aan de binnenkant. Oh, opletten. Ja, ik heb al gesmeerd. Zonde.
Het is misschien toch handiger om hier smeerpapier onder te gebruiken. Maar goed, het zij zo. Het is de buitenkant. Ik kan natuurlijk gewoon even doorstempelen. Dan is het ook opgelost. Alles kan opgelost worden altijd, hè? Ja, het is denk ik toch wel handiger om er gewoon een kladpapiertje onder te leggen. Zo. Zo is die weer netjes. De vlekken er weer af. Die moeten we zo meteen nog even een envelop bij maken. Dat was kaartje nummer 2. Kaartje nummer 1. Deze hebben we net gemaakt. De Wild Wheat. En dit was het voorbeeldkaartje. De Pool Party. Dat was hem. Voor deze keer. En ik denk dat er niet eerder als volgende week weer nieuwe video's online komen. Als je deze kaarten na wilt maken nog, dan is er nog één pakket beschikbaar. Daarbij krijg je ook nog een extra videotutorial en een werkbeschrijving. En ik link alles onder de video. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende!